deze uitzending vandaag in Zeit. Helene Hendricks is de gast samen met Johan en René natuurlijk. En Marcel van Roosmalen. Marcel, groot fan van Arie Boomsma, toch ook jij? Toch? Nou, een mediapersoonlijkheid om in de gaten te houden in ieder geval. Leuk om te beschrijven. Man voor een talkshow. Geef Arie Boomsma. Presenteren en meteen wat gymnastische oefeningen met de mensen doen. Nou, dat is nog niet vertoond eerder aan een tafel. Dat iemand aan het trainen is en dan het presenteren. Nee, maar Arie die dan een spagaat maakt hier op tafel. Ja. Hij werd geïnterviewd en nou ja, jij bent een inspiratiebron vonden. Marcel is een inspiratiebron vonden en hij zei het volgende daarover. Een paar mensen die vaak dan... Nou, Johan Derksen, Marcel van Roosmalen, Joep van het Hek en Henk Spaan. Dat zijn eigenlijk de vier... En kijk, daar tekent zich natuurlijk wel een beeld af van wat oudere, bozere mannen met een over het algemeen wat rammelende gezondheid. Ja, dan snap ik ook wel dat als je iemand ziet die heel veel plezier heeft in trainen en gezondheid en dat graag deelt, ja, dat is moeilijk. Ja, schandalige opmerking. Ik ben echt 20 tot 30 jaar jonger dan de rest van de groep. Dat in de eerste plaats. Ja. Maar ja, ik weet niet waar hij het vandaan haalt. Nee, jij kent heel jezelf. Raar. Nee? Nou, ik voel me heel erg gekwetst. Toch wel, ik hè? Ik ook, hoor. Ja. Nee, maar ik ga ook met Job praten, de advocaat, of hier juridische stappen te nemen zijn. Nou, dat is strafrechtelijk, dat wordt lastig. Nou, of dat we hem kunnen boycotten. Nee, als je boos wordt op Arie Boomsma, dan moet je echt naar de dokter. Maar je kan toch ook een keer met hem mee gaan trainen? Lekker in die modder rollen, een beetje lol maken. Hè? Beetje ik vind een enge man. Enge man? Ja, ik vind een enge man. Kijk, dat... Nee, dat zal ik zeker niet mee gaan doen, nee. Nee? Nee, mijn vrouw wordt weer het heet dat ik thuis kom. Hij is bezig, hè? Ja, maar als je dat toch lekker vindt, is toch fijn? Ja, maar je vrouw moet toch ook wel zeggen, Arie, weet je maar wel. Maar ben je wel eens bij een boekpresentatie of een gelegenheid waar Arie iets deed geweest dan? Ik heb twee keer iets beschreven waar Arie bij was. Dat staat ook in het boek? Dit staat ook in... Ja, ik weet niet of dat nou in staat. Dat was een beetje een saai verhaal. Toen had hij zelf een boek gepresenteerd en dat ging hij dan optillen en allerlei oefeningen doen. Ja... ik vond het net niet goed genoeg voor het boek, eerlijk gezegd, die reportage. Maar het was wel enerverend om daarbij te mogen zijn. Het is altijd enerverend om de man te mogen observeren hoe die bezig is. En ik zou er ook zonder meer een reportage over kunnen maken. 3 weken Arie Boomsma volgen en dan alles opschrijven lijkt me fantastisch.